Hallo allemaal! Welkom bij een nieuwe vlog van De Vroegroepjes. Ik ben Marcia en dit is... Macy. En wat gaan we vandaag doen, Macy? We hebben je smink. Twee was de... Twee kleine kwastjes. Vier kleine kwastjes. Ja, vier. En nog een kwast, dat was nummer vijf. Yeah. We hebben drie sponsjes. Stifter, dat is smink. Dat is onze smink. En we hebben water. En we hebben water nodig. En eerst ga ik Macy sminken. En daarna mag Macy... Mama sminken. Kijken jullie gezellig met ons mee? Dan gaan we snel... Beginnen. Nou. Hij wil niet zelf als zo, maar hij gaat anders. Ja, ongeveer gaan we een poesje maken. Macy wil heel graag een roze poes zijn. Dus dat gaan we proberen. Dus we gaan eerst Macy's gezicht een beetje roze sminken. Dan maak ik eerst het sponsje even een beetje nat. Beetje roze toch? Een beetje roze. Kijk, we hebben al een beetje roze smink. En dan gaan we hier eens eventjes... kietelt dat? Ja, een beetje roze op die neus natuurlijk. Zien jullie het al een beetje? Het is wel een beetje een lichte kleur roze. Hij kan ook deze doen. Maar die is ook een beetje roze. Ja, die gaan we zo meteen wel even doen. Ja. We gaan eerst even je gezicht een beetje roze maken. Maar hier doet wel een beetje pijn, want daar is een beetje een droge huid. Ja. Ik zie al een beetje roze op Macy's gezicht. En dan een beetje roze op jouw neus. Oh, kijk, kunnen jullie het al een beetje zien? En dan moet het zo meteen ook nog drogen natuurlijk. Want nu is het allemaal nog een beetje nat. Even zo. Komt in mijn neus. Ja, maar anders kunnen we niet sminken, schat. Op zijn neus zo. Mijn ogen. Ook wel een beetje smink. Ja, ook op je ogen natuurlijk. Kijk, mijn ogen! Doen we de ogen eens even heel goed dicht. Hier komen zo meteen oortjes. Zien jullie het al een beetje? Hier zie je dus een streepje. Ja, daar komen zo meteen streepjes. En dan komt zo meteen nog een beetje wit op haar gezicht. Wow! Kom eens nee, eventjes dat is klaar. Even de andere kant. Nee, we zijn nog niet klaar. Maar dan doe je daarna zwart. Want je hebt wel zwart. Ja, daarna doen we nog een beetje zwart. En dan hier nog een beetje roze zo. Even je ogen dicht. Dat doe ik mijn ogen doen. Ja, anders zijn de oogjes niet mooi roze. Wow. Meisje krijgt al een heel roze gezicht, jongens en meisjes. Ach, hier doet het ook. Ja, de komende je huid is een beetje droog, schat. Zo, dan gaan we nu met een beetje wit. Want het poesje had ook wit in zijn gezicht. Dit is wit. Maar de spons is altijd het minst leuke aan Meisje. Mijn neus. Kijk eens even. Meisje krijgt al een witte neus. Kom maar, even nog een beetje. Beetje wit zo. Een witte snor. En dan moet het zo meteen een beetje drogen. Ja. Nog een beetje meer wit, Meisje. Doet het kietelen. Ja. Ja, smink doet altijd een beetje jeuken, maar dat wordt vanzelf droog. Even nog een beetje wit op je neus. Piep, piep. Hoe zegt het, wat doet een poes? En hier ook. Nee, daar hoeft niet. Wat doet de poes? Die doet... Hij moet wel per se daar. Zoals heel even kijken, want Macy had dus een voorbeeldje gevonden. Wat ze heel graag deed. Want ze moet ook wit. Kijk. Nee, aan de onderkant niet. Maar je moet ook wit. Ja, daar zit wit, schat. Kijk maar, nu zit het wit op de vinger.
Oké, dan gaan we nu met zwart. Even op ik heb te smaken. Ik heb dan sjaal gesmeerd. Oh, dat geeft niet. Daar hebben we een wasmachine voor. Even kijken, want dan moeten we nu oortjes maken. Oren. Wow. Wat dan? Zie je het al? Er komt dan een oor tevoorschijn. Een oortje. Oortje. Een oortje, miauw, miauw, miauw. Een miauw, 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 zegt de poes. En hier doen we nog een oortje. En even kijken wat had hij dan nog. Dan ben je ook nog gestift of niet? Ja, ja, kom maar. Kom eens even naar mama. Even draaien. Anders kan ik er natuurlijk niet bij. Je wordt wel een echte poes zo hoor, Mees. Je moet dan nog vlammetjes steken. Ja, ja, maar ik ben nog niet klaar. En ook nog zo'n streepstuk. Ja, 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 dat komt zo meteen allemaal aan de beurt. Nou, het past een echte kat, zoals meisjes. Echt kat. Rapunzel. Vindt ze er al een beetje op te lijken? Kom. Want zo kan ik het natuurlijk niet bij. Hier moet ook nog een beetje zwart zo. Wow. Ik krijg al wel echt smink. Ik ben natuurlijk geen professionele sminker. En dan moet ik jou sminken. Adena mag een beetje mij sminken. En ik ga jou niks moois doen. Ga jij helemaal niks moois bij me maken? Oh jee. Ik ga wel iets moois bij je maken. Oh jee. Vlinder. Maar ik weet niet hoe ik vlim moet tekenen. Je moet gewoon doen wat je mooi vindt. Oh. Je mag alles bij mama sminken. Ik weet niet hoe ik erin kan om mijn tekenen. Kom eens hier. Even kijken hoor. Een beetje zo. En dan doen we een beetje zo nog. Want de poes heeft altijd van die snorharen hier ook. Ja! En meestjes... poesen, maar poesen hebben ook dikke krabben. Poesjes kunnen krabben, hè? Ja! Hebben jullie thuis poesjes? Misschien kunnen jullie dat achterlaten. Wel een poes iets vertellen over je poes. En de reacties. Dat zou wel leuk zijn. Dan weten wij ook of dat jullie huisdieren hebben. En Missy heeft ook een huisdier. Wat hebben wij voor huisdier, Missy? Hondje. We hebben een hond. En hoe heet onze hond? Sammy. Sammy, ja. Even kijken, Missy. Mag je eventjes draaien? Zo. Wow. Nou, Missy wordt zo meteen al een echte poes. Katpoes. Begint ze er al een beetje op te lijken, hè? Denk ja! Wel, hè? En dan mag je even naar die kant kijken. Dan kan ik hem hier ook doen. De kietel. Ja, dat is kietelen, hè? Smeen kietelt altijd in je gezicht. Ik ga ook voor jou oranje gebruiken. Ga je ook voor mij oranje gebruiken? Ja, ook roze. Okay, mag je eventjes even je lippen op elkaar doen? Dan kan ik het hier bij de lipjes even doen. Ja, echt heel erg leuk. Is die rood? Hebben jullie thuis ook smink? Want dan kun je dit natuurlijk thuis ook proberen. Maar is die rood? Nee, het is geen rood. Maar ik wil rode lippen. Wil je rode lippen? Ja, dat kunnen we zo meteen wel doen. Maar ik wil bij jou rode lippen doen. Ja, dat mag. Kom eens even hier, want dan kan ik het een beetje beter maken. Een zwarte neus. Zoals poes hebben meestal wel een zwart neusje natuurlijk. Kijk uit dat hij niet in mijn neus gaat. Nee. Als heb je een hele zwarte neus. Mijn schoonhoofd gaat dat kan natuurlijk niet. Nee, dan. Moet ik heel even een beetje kijken. Kom eens even hier, Mees. Zo is het een beetje zo. Wow. Ja, het begint al wel ergens op te lijken, hoor, jongens en meisjes. En dan heeft de poes, die heeft natuurlijk ook nog snorharen. Snorhaartjes. Miam, 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 miam. Even terugzitten, dan kan ik het afmaken. Even kijken. Een beetje een snorhaartje hier. En een snorhaartje daar. Wauw. Wauw. En een snorhaartje hier. Heel goed. En nog een snorhaartje daar. Laten we even kijken. Nou, ik vind je wel al op je poesje lijken. Miauw, 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 zegt de poes.
Even kijken, jij wou ook nog, wil je rode lippen? Want we kunnen wel ja, een beetje rode lippen van een kat. Rode lippen van een kat. En dat doen we dan met de kwast, want dat is wat makkelijker. Doen we een beetje rood. Rode lippen. Wow, Macy wordt al echt een poesje. Witte neus met roze en snorhaartjes. Oh, dat is echt donkerroze. Dat is echt donkerrood. Nee, donkerroze. Ja, het gezicht is een beetje roze. Ik zal eens even kijken of ik het jullie beter kan laten zien. Kijk. Oh, is Macy. Een echt poes. Nou, dan is het nu tijd dat Macy mij gaat sminken. Ik ga jou sminken. En dat kun je met de stiftjes doen, maar je mag het ook met deze sminken. Okay. Meis? Ja, maar ik kon er zo niet bij. Ja, zo wel. Zo wel. En wat ga je maken? Ik ga een mooie... Nee, ik vind het zelf wel. Oké. Dan moet je aan de stiften... Oh ja, zo. En dan... Wow, wat ga je maken? Een mooie vlinder. Een hele mooie vlinder. Nou, ik ben wel eens benieuwd hoor. Ja, maar even naar die komt kijken hoor. Vlinders die hebben niet. Ja, dat zijn hebben vlindertjes nog niet. Huh? Vlinders heb je ook in allerlei kleuren, hè, Macy. In vlinders heb je in kleurtjes. Welke kleuren heb je allemaal? Roze. In witte vlinders, die zien wij altijd wel eens vliegen. En gele vlinders. Misschien hebben jullie ook al wel eens vlinders zien vliegen. En ook oranje. En oranje? Ja, oranje vlinders die heb je natuurlijk ook. Ik gebruik wel een beetje roze voor de vlinders en lippen. Die krijgen ook een mooi kleurtje. Kijk, kunnen jullie het al een beetje zien? Meisje gaat van mij een hele mooie vlinder maken. Dit begint wel een beetje op te lijken, jongens en meisjes. Ik heb een beetje te veel donkerroos. Maar dat maakt niks uit, jongens en meisjes. Want het is toch zo een beetje goed. Zijn mijn lippen wel mooi geworden? Ik vind van wel. Ik vind dat Macy wel goed kan schminken. Wat vinden jullie? Ik word er echt een mooie vlinder. Welke kleur gaan we nu door? Misschien een beetje goud of een beetje zilver. Ik denk een beetje... Een beetje goud. Okay. Een beetje goud voor de vleugels, hè? Een beetje goud voor de vleugels. Nou, ik ben eens benieuwd. Welke kant is deze? Ga je zo vallen. Wordt die mooi? Hij is al bijna klaar, hoor. Ja, ben ik al bijna klaar? Nou, ik ben wel eens benieuwd, hoor. Nee, hij is nog niet bijna klaar. Dat is de eerste. Oh, dat is de eerste. Nou. En ik ga jou nog heel lang sminken. Ja, je mag mij helemaal sminken. Want vleesten, die hebben ook nog rondjes hier, hè. Ja, van die voelsprieten, hè. Ja. Ja, jongens, meisjes. Hebben jullie wat daar een vlinder gezien? Smink dan even je mama ook onder ons. Een vlinder. Het is wel heel erg leuk hè, om te doen schminken. Ja. Schminken mogen kindjes eigenlijk niet doen, maar jij dacht het. Voor deze keer wel. En binnenkort is het ook bij ons carnaval. Kijk even naar mij. Binnenkort is het dus bij ons ook carnaval. Ik wil even kijk vertellen. Even naar mij. Ja, ik kijk ook naar jou. Binnenkort is het dus bij ons carnaval. Dat wilde ik dus vertellen. En dan mag je je verkleden en dan kun je dansen en ze hebben hier een optocht. Clown! Hey, als een clown? Ja, je kunt ook als een clown verkleed gaan met carnaval. Weten jullie misschien al wat je wilt, wie je wilt zijn met carnaval of vieren jullie geen carnaval? Of Macy, hoe ga jij verkleed met carnaval? Sky. Als Sky of misschien als een unicorn of... Of als Boes? Nee, ik ben nou. Ja, nu ben je al een Boes. Dus als jullie nou gaan carnavallen, hè? Kijk naar mij, jonge dame. Laat het ons dan even weten in de reacties. Want dan
dat is natuurlijk wel leuk voor ons ook om te weten. En hoe je dan verkleed gaat, dat is ook altijd interessant. Nou, gebruik ik even een mooi stiftje. Ja, nou pakt Macy weer dus een sminkstift. Blauw, jongens, meisjes. Blauw ga ik even jouw deeltje doen. Maar dat is lichtblauw en dit is een beetje donkerblauw, hè? Oh ja, dit is een beetje meer donkerblauw. Nee, lichtblauw. Oh, lichtblauw. Een lichtblauw spritje. Maar dit is een beetje donkerblauw smink. Echte roze smink. Echte roze smink. Nou ga ik bij jou even mooi. Ik weet niet zo goed wat ik ga doen. Ik ga gewoon een spritje. Een klein. Gebruik je fantasie. Maak allemaal maar wat je wil maken. Ik ben echt heel benieuwd, jongens. Zien jullie het al? Ja, ik begin al echt al op een vlindertje te lijken, hoor. Ja, zeker waar. Kijk, mooi blauw en roze en hier goud, zoals jullie kunnen zien. Nou gaat het meestje met groen aan de gang. Ik ga even je huid doen. Even mijn huid ook sminken. Ja, want vrienden hebben een huid en die ga ik helemaal goed maken. Helemaal goed, oké. Dit wordt spannend, hè, mama? Ja, ik ben heel erg benieuwd wat je aan het maken bent. Een vlinder. Ik weet toch wel wat ik een vlinder aan het maken ben. Ja, een vlinder. Maar ik weet natuurlijk nog niet wat voor vlinder. Ja, een groene vlinder natuurlijk. Een groene vlinder. Doe je even je ogen goed dicht doen, ja. Zo. Voel je al wat? Ja, het doet echt een beetje kietelen. Yes. Beetje jeuken zo. Nou, zo bij mijn lippen. En op mijn wangen doet het al een beetje jeuken, een beetje kietelen zo. Tot het droog is. Kunnen jullie het zien? Wow, ik ben echt een super, super mooie vlinder aan het worden. Mama, kijk eens naar mij. Ja, ik kijk ook naar jou. Natuurlijk. Ik ga zo verder sminken. Oké. Okay. Echt super leuk dit. Ik ga ook nog iets anders tekenen straks, hè? Oh ja, ga je nog iets anders maken. Maar dan moeten we dit er eerst afhalen. Oh ja. Anders kan het natuurlijk niet. Nee, maar ik wil een beetje groenige vingers, maar niet bij mij eraf halen. Nee, alleen bij jou, hè? Ja. Ik heb even een klein potje van vandaag. Ja. Want we kunnen straks al even verder. Dan... Kijk eens. Ik ben al meer groen en roze en goud en rode lippen. Nee, ik ga nog even zwemmen. Ik ga nog even kwastje gebruiken. Het kwastje gebruiken. Nog een beetje water. Met een beetje water. En een beetje bruin. En nog een kleurtje bruin. Nog een kleurtje bruin. Maar die ga ik even jou. Even. Ga even jouw mooie steentjes. Nou, hier is een mooi groot steentje. Een mooi groot bruin steentje. Een bruin. En wat voor kleur nog meer? Ja, dan mag jij niet raden. Ik ga het raden wat het is. En ik heb me nog even baas. Maar dit is wel een beetje saai. Paars vind ik wel een hele mooie kleur. Ja, paars ga ik verbruiken. Oeh, spannend. Uren. Moet ik hier nog uren zitten? Oei, oei. Dan maak je wel een heel groot kunstwerk. Ja, ik maak zeker een groot kunstwerk. Jij maakt eens een groot kunstwerk. Oh. Weet je wat samen mengt met blauw en geel? Dan maak je samen groen. Ja, blauw, als je blauw en geel mengt, dan maak je samen groen. Heel goed. En wij hebben hier. Ik ga nog even smink gebruiken, want ik vind het veel leuk. Was er nog iets op mijn gezicht? Ah! Oh, spannend. Ik verwacht het even als klein. Dat geeft niet.
Kies maar een kleurtje die je mooi vindt. Oh. Dan geef je de hoogte. Dat is mijn hand, dat is mijn hand. Nou, stop. Maar je ziet niet te nat doen, want dan kwakt de smink niet. Jij haalt het er vanaf. Dus. Was er nog smink bij? Ja. Een geel stippeltje. Een geel stippeltje. Ben ik klaar? Nee, ik moet even allemaal voor. Vond jij deze video nou leuk? Klik dan even op een duimpje voor Ginny. Abonneren. Doei. Doei. En dit zijn mijn lievelingskleuren. Doei. Doei.